Yo, gasten! Wat leuk dat je bij een gloednieuwe aflevering. Vandaag gaan we iets minder leuks doen voor ons, maar voor jullie heel leuk. Ja, we staan hier namelijk bij Paintball Centrum in Nijmegen. En het gaat heel spannend worden vandaag. Ja, we gaan namelijk geblind paintballen. En dat gaat helemaal fout. We hebben twee verschillende concepten. En degene die uiteindelijk verliest, die mag ook nog eens een keer over het veld heen rennen. En die wordt geschoten door iedereen. Ik zeg, laten we meteen maar beginnen. Yeah, let's go! Hey, om te bepalen wie er als eerste de Mexican standoff gaat doen, oftewel met de rug tegen elkaar weglopen 10 meter en dan schieten, moeten we natuurlijk wel bepalen wie dat als eerste gaat doen. Wat zeggen we? De twee verliezers? Ja, twee de winnaar gratis. Die mag filmen. Ja. Kijk, ja, of de winnaar een bepaald van de wordt of die. Nee. Maar ik wil best wel beginnen eigenlijk. Ik vind het niet zo heel erg. Nou, dan doen we Rob en ik. Winnaar bepaald. Winnaar bepaald. Ja, we gaan spelen gewoon. 3, 2, 4 schaar. Ja, en dan hoor ik tegen Niels staan waarschijnlijk. Zo, ja, steen 4 schaar. Ja, ik tegen Ivo, zo gaat het spelletje. Hoi, ik weet niet of dit goed gaat. Ik denk dat we hier best wel vaak gaan schieten. Dat denk ik ook. Maar ik ga er wel voor om Ivo gewoon de eerste ronde meteen te killen. Dus ik heb net al een paar testshots gedaan. Of ja, ik heb niet geschoten, maar ik draaide om en ik zag dat ik iedere keer best wel afweek. Maar we gaan dus iedere keer een meter dichterbij lopen. Dus uiteindelijk moet er iemand geraakt worden. Nou, ben je er klaar voor dan, Niels? Ik wel, maar ben jij er klaar voor, Pip? Ja, laten we maar meteen beginnen. Hi. Oh, altijd mis. Wat? Dat is goed! Hij heeft mij gewoon! Hij heeft mij gewoon! Hoe is het mogelijk? Wow! Ik heb hem gewoon de eerste keer geraakt. Al is het op zijn schoen, ik heb hem gewoon de eerste keer geraakt. Ja. Maar dat is kut. Ja. Weet je wat dat betekent? Dat ik nou dichter bij de bunnyrun sta, dat is niet de bedoeling. Kijk, het mooie vind ik nog dat Niels hier degene is met de grote mond. En nou is hij gewoon de eerste ronde gewoon gelijk al gekeo'd. Maar je weet wat ze zeggen, hè? Kan er altijd veranderen, hè, Roberto, want Rob is altijd de lul. En Rob, ik hoop dat jij zo snel mogelijk de bunny run inschiet. Tik hem aan. Ready? Ik ben ready. 8 stappen, hè? Yo. Ik ben niet gedaan. Gaan we dus 7 stappen doen. Dus eentje minder dan de vorige keer. Niels, ben je klaar voor? Ja. Oké. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Blind paintballen is een goed, maar ook wel een slecht idee, want we missen en dan komen we steeds dichter bij elkaar. Nu moeten we dus nog maar 2 stappen. Dat betekent dat we 4 meter van elkaar af zijn als we geraakt worden. Maar zullen we het nog spannender maken? Wat dan? 2 stappen, 2 shots. Oh! Daar gaan we dan. 3, 2, 1, 2. Oh, kut! Ik had hem nog op de 17 staan. Mijn god, jij had nog zijn wapen op 17 staan. Ja, als je een wedstrijd hebt in het leger. Ah! Lul! Ja, hij moet hier toch die bunny op gaan doen, de kut. Ja, hij is eigenlijk al verloren. Hij is van Ivo verloren en van mij. Dat betekent eigenlijk al dat het unaniem besloten is. Nee, want we hebben nog een spelletje. En nu is het dus aan onze beurt om een echt potje te paintballen. Kijk, als je echt blind zou zijn, dan zou het helemaal niet goed aflopen. Maar we hebben 2 hele goede coaches die ons de weg gaan wijzen, zeg maar, door het veld heen. Maar we kunnen nog steeds niks zien. Nee, en ik zit er toch tegenop te kijken, want de enigste om mij te redden van die bunny run is dat ik Ivo en Rob allebei neer gaan knallen. Dus ik hoop dat mijn coach lekker meehelpt en dat we die bunny run kunnen skippen. Maar ik ben er ready voor. Rob, ben jij ready? Ja, je box. Oh, die was wel vloeiend, man. Ja, ik keek hoor. Oh, ik keek. Ik dacht al, hoor, joh, die was vloeiend. Naar links verder. Oh, 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 oh.
deed wel pijn. Oh. Weet je wat dit ook betekent? Dit betekent dat Niels dadelijk echt de bunny run mag gaan doen. Oké, kijk, Ivo heeft volgens mij nog niet echt een plan. Wij hebben al een plan gemaakt. Ik ga daar gewoon achter iets campen. En als ik een claymore had, had ik een claymore ook nog neergezet. Maar Ivo, ik ga keihard campen. 3, 2, 1! Oké, luister. Pas goed. Dit is best lastig. Ah, raak! Hit! Hit! Ik moet aan het presenteren en je begint met mee aan het schieten. Het was een spannend potje. Ja, of niet? Duurt lang. Ik loop overal tegenaan, ik weet niet eens waar ik ben. Nou jongens, dat was al het einde van de video. Vergeet geen blauw duimpje achter te laten. Jij moet nog die bunnen. Hey Niels, succes jongen. Wij staan hier, wij gaan op jou schieten. En ik hoop dat het er heel hard vanaf brengt. Of ja, eigenlijk niet. Nee, 3, 2, 1. Fucking hell! Heel jouw telefoon ook shit! Oh, maatje! Hij struikelde ook gewoon net in het begin. Hij struikelde gewoon precies in het begin. Hij wil aanrennen en het is dead. Hij ligt op de grond. En denk je tak, 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 tak. Nou, en wil je dus ook dat een van jouw matties hier mooi over het veld heen gaat rennen en je met z'n allen op hem kan schieten? Kijk dan even een linkje in de beschrijving. Paintballcentrum Nijmegen, hartstikke bedankt dat we hier mochten zijn. Ik vond het iets minder prettig, maar ik denk dat deze jongens genoten hebben. Later! Oh. Ik ga naar huis. Die jongen is zo vaak de lul geweest vandaag.